wij zijn in team met Maxime. VOC-mentaliteit. Ja, daar houden wij al van hoor. VOC-mentaliteit, die gaat altijd op hè. Want er zit uranium in Afghanistan, wat is geheim hè? Uranium in Afghanistan, daarom krijgt u kerncentrales. Ja, dan kunnen we Frans geld mee verdienen met uranium in Afghanistan. Maar dan moet je niet in die soldaten vertellen, want die zeggen dan wel, ja, ik laat het niet kapot schieten van die radio. Wij dachten dat het voor het vrede was, Afghanistan. Ja. Dat is mooi verkeerd gedacht. Dus dan gaan we ze niet vertellen. Ja, die VOC-mentaliteit, dat we dan kunnen van de uitbuiting en de slavernij en het leger over van landen. Ja, ook in Afghanistan. En we hebben GroenLinks op om, zelfs Femke was te kopen. Ja, dankzij GroenLinks houden wij dat uranium in eigen handen. Ja, politiemissie noemen we dan. Ja, zelfs GroenLinks is te koop, dames en heren, door het kapitalisme. Ja, wat moet je niet verder vertellen, want het is een beetje leuk. Ja, we hebben goed betaald. En Job Cohen, die hebben we ook zo om hoor. Job Cohen, die zijn morgen gewoon, we bouwen nummer 2 niet, maar nummer 3 en 4 wel. Ja. Ja, dat doen wij heel makkelijk regelen met elkaar. Nee hoor. Ja, Job zegt geen tweede kerncentrale. Nou, dan doen we het op de derde, de vierde, de vijfde. Ja. Ja. En we willen ook niet afhankelijk zijn van grondstoffen uit politiek instabiele landen. Dus we horen de kerncentrale in Borselen. Hebben wij uranium uit Kazachstan. Kazachstan. Dat is heel stabiel. Het is een dictatuur, maar een hele stabiele dictatuur. Ja. Ja, daar hebben we heel goed geregeld met Kazachstan voor Borselen. Moet je ook niet verder vertellen, want al die lieve mensen die denken dat dat uit Australië komt, dat uranium. Komt gewoon uit Kazachstan. Ja, daar doen we goede zaken mee, ook met schaatsers en wielrenners met Kazachstan. Ja, dat is tegenwoordig helemaal in en hup met Kazachstan. Er is niks mis met Kazachstan. Nee. Groot woestijngebied, hè? Ja, en we pas nog verkiezingen gehad in Kazachstan. 95% van de mensen hebben op de president in Kazachstan gestemd. Dat is hartstikke stabiel, Kazachstan. Ja. En dat doet ze ook niet moeilijk over uranium in Kazachstan, hoe dat eruit komt en hoe die arbeiders het aan toe gaan. Het maakt ze allemaal geen flikker uit. Nee, dat is helemaal niet belangrijk. Als we dan geld maar uit die grond halen. Als uranium op is, dan houden we op met kernenergie, dames en heren, want verder kunnen we er helemaal niks mee. Ja, dus gaan we kijken hier. Gouden handel, uranium. Ja. We hebben aandelen uranium Afghanistan in aanbieding gemaakt. Wat zegt je mevrouw? Heb ik in de krant gelezen? Nee. Ja, wat maar, is het verschil? Uranium, maar dat weten wij, daar hebben we verstand van. Hè. Daar hebben we dan Urenco. Urenco, daar verdienen we ook heel veel geld. En we hebben natuurlijk grote aandelen als staat hè, in Urenco. Ja, meer het hoofdraad, jij biedt er. En zit die verrekte Merkel in Duitsland over deze wil die kerncentrales gesluiten. Merkel is een beetje verrukt geworden. Ja, mevrouw Merkel. Merkel, dat was ooit mijn grote vriendin, maar dat is daaruit. Ja, want in Duitsland gaan ze nou alle kerncentrales afschalten, ophouden.